We zijn de voorbije jaren al gewaarschuwd, want we hebben hier al een aantal keren een goede eerste helft gespeeld. We hebben jammer genoeg niet kunnen doortrekken in die tweede helft, dus het was toch wel een beetje afwachten ja, hoe we die tweede helft zouden doorkomen. Maar als je ziet hoe we ja, dit hebben aangepakt, dan kunnen we als coachingstaf enkel maar trots zijn op de jongens. Ja, we hebben echt tegen een topploeg gespeeld. Ja, wij zijn aan het bouwen. Ja, ik zeg altijd dat we met Sporting Pelden een slapende reus zijn. Ja? En ik denk dat we een beetje aan het wakker worden zijn, dat kan je toch wel vaststellen.